Welkom bij Den Haag Frontaal met nieuws en achtergronden uit de vier Haagse krachtwijken. Vandaag deel 1 in onze serie Mens in de Wijk met Hans Sahar uit Eskamp. En we zijn bij Thaiboxing Den Haag, een sportschool in Moerwijk die gesloopt moet worden. Maar we beginnen bij het Rode Kruis District Den Haag. Dat spelmiddagen organiseert voor kinderen van ouders die afhankelijk zijn van de voedselbank. Onder leiding van vrijwilligers spelen de kinderen met elkaar en de ouders ontmoeten elkaar. Het Rode Kruis regio Haaglanden geeft elke week 2000 voedselpakketten uit. En de mensen die daarvan afhankelijk zijn, komen eigenlijk van alles tekort. En hun kinderen dus ook. Zo'n middagje spelen is dan ook een welkome afleiding. Hai, 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 en we zijn zo blij. Want zondag is het Pasen en dan krijgen wij een ei. Een beetje afleiding van de moeilijke werkelijkheid. Daar gaat het hier om. Heb jij een staartje te zitten? Met op deze speelmiddag Pasen als thema. Het is hier heel leuk. Ik kan hier meer vriendinnen hebben. En ben ik niet het enige met problemen. En daarom is het hier veel leuker dan dat je buiten bent. Liever alleen, helemaal alleen. Hier is de 10-jarige Emina een paar uurtjes gelukkig. Ze wordt hier verwend door de Rode Kruis vrijwilligers. Een warme maaltijd, eieren kleuren, lekker spelen, lachen. Het idee is om de kinderen in de basisschoolleeftijd een steuntje in de rug te geven. Een gezonde warme maaltijd en gezellig spelen met z'n allen bij elkaar. En ik ben alleen thuis met moeder en ik doe helemaal niks, maar hier heb ik vriendinnen. Ja, we komen twee hier achter voor tijd voor de kinderen. En ze gaan gezamenlijk eten. Dus dat is gewoon zo'n beetje voor leuk voor de kinderen eigenlijk. Kijken wat ze maken, ik ook. Cheers! Veel van de ouders wilden niet gefilmd worden. Uit schaamte, zeggen ze. Sommigen kunnen het tramkaartje naar het Rode Kruisgebouw niet eens zelf betalen. Als we ergens anders heen gaan, dan wordt nog meer gepakt natuurlijk. Maar hier is omdat we allemaal dezelfde situatie hebben, het wordt niks gezegd. Een jongen in mijn klas gaat ook naar de voedselbank en ik en hij houden gewoon geheim. Omdat als we het vertellen, dan gaan ze zeggen, ah, kijk, dan denk ik dat we worden uitgelachen. Hier kan niemand me uitlachen, omdat als ze mij gaan uitlachen, kan ik hun ook gewoon normaal uitlachen. Het is ook voor de ouders een plezierige middag waar ze met elkaar kunnen praten. Die kinderen gaan gewoon spelen en de ouders kunnen met elkaar praten. Ook van allerlei, ook voor kinderen, voor dingen, over gewoon gezelligheid, wat ze vandaag gedaan hebben. Ik denk dat dat is ook een andere vorm van integratie. Waar mensen kunnen verzamelen, iets doen, iets leren. Met een gekleurd ei, een paar cadeautjes en een volle buik gaan ze na een paar uurtjes de deur weer uit. Terug naar de werkelijkheid. Als u meer wil weten over de spelmiddagen of over de voedselbank, kijk dan even op onze website denhaagfrontaal.com. Hij zit al bijna 9 jaar in de Roemer Visserstraat in Moerwijk, Thaiboxing Den Haag. Een sportschool voor oud en voor jong. Vooral voor veel jongeren is het een favoriete tijdsbesteding. Maar daar komt waarschijnlijk voorlopig een eind aan, want de sportschool wordt gesloopt. We zijn Thaiboxing Den Haag en wij doen alleen thaiboxen. We verzorgen thaiboxlessen voor jong en oud. Bijna in zijn eentje heeft Jerry Djoku deze plek opgebouwd. Trap. Goed zo. Ja, ik zeg altijd, we zijn hier één grote familie. Het is gewoon lekker gezamenlijk sporten met elkaar. Van 15 leden in het jaar 2000 telt zijn thaiboxing schoolfamilie nu ruim 450 leden. Het is een begrip in Moerwijk. Kijk, en dat betekent ook wel wat voor zo'n wijk. Dat de jongeren hier binnen bezig zijn. Omdat ze allemaal voor de portieken gaan hangen hier. Ja, als ik hier was, zou ik op straat zijn. Dan zou ik gewoon buiten gaan hangen. Maar nu ben ik aan het trainen. 3 keer per week brengt oma haar 9-jarige kleinzoon Ufuk om de hoek naar thaiboxing. Ufuk is een hele goede toy naar Ufuk. Focus goed, Ufuk. Zeg dan dat ik goed moet spelen en dat ik goed ben met boksen.
ik vind het gewoon een heel leuk sport. En zeg maar, als ik kwaad of boos ben en ik heb stress, en dan ga ik hier komen boksen, dan is weer alles weg. Hij was echt een heel druk jongetje. Hij heeft heel veel energie. Maar sinds hij hier zit, is hij wat rustiger geworden. Ik hoor ook veel van de ouders dat ze het allemaal heel goed sinds ze sporten steeds beter gaan doen, ook op school. Ik heb discipline geleerd en hoe ik moet omgaan met andere mensen, respect voor anderen. Maar deze zomer komt een eind aan deze plek. Het pand wordt gesloopt. Laat ik het rond en zeg gewoon kloten. Ik vind het gewoon zwaar kloten, omdat ik ben iemand, ik heb het helemaal zelf opgebouwd. Ik heb mijn handje voor niemand opgehouden. En ja, ik vraag eigenlijk, ik moet hier weg. Thaiboxing krijgt wel een nieuwe locatie, maar waar precies is nog niet bekend. Als deze plek verdwijnt, dan weet ik persoonlijk niet waar heel veel van de jongeren naartoe moeten. Dit is net een tweede huis voor hun. Als wij uit deze wijk gaan, ben ik bang dat heel veel van de jongeren toch weer op straat gaan hangen. Als het 3-4 tramhaltes hier vandaan zou zijn, dat betekent dat jongeren die door hun ouders hier worden gebracht, die zullen dat niet meer halen. Deze plek gaat weer verhuizen, maar dan ga ik niet meer mee. Maar als deze plek gaat verhuizen, dan heb ik geen plek om agressie kwijt te raken. Dus ik denk dat het jammer is dat ze gaan verhuizen. Thaiboxing en de gemeente Den Haag zijn nog met elkaar in gesprek over een andere locatie. Welkom terug bij Krachtvoer. Deze week zijn we in Villa Eskamp. Ze proberen hier het vergrootglas te zijn van Zuidwest en wij gaan kijken of dat lukt. Hallo, welkom in Zuidwest. Kent u Villa Eskamp? Islam. Volgens mij wordt dat de nieuwe stadhuis van Den Haag. Ben je er ooit binnen geweest? Nooit geweest. Ik ga wel regelmatig naar binnen, nou, koffie drinken en zo. Erg leuk. Waarom ben je nooit naar binnen geweest? Het viel me wel op, maar ik had zoiets van, ja, het zal een of ander kunstproject of zo zijn. In deze witte bol, eigenlijk een soort imitatie van een iglo, kan je trouwen. Moet je eerst een partner hebben. Trouwen. Als ik groot ben, maar dan is dat allemaal voorbij, denk ik. Dat is niet mijn cultuur, toch? Ik ga toch niet daar trouwen. Maar het is een kerk of? Ik vind het helemaal niks. Gewoon belachelijk. Ik vind het leuk. Nou, ik weet niet of het leuk is. Dus wat zou je willen doen daar binnen? Voetballen. Het moet voor mij niet echt te oud. Want niet van bejaarden en zo, weet je. En dan zit je daar met allemaal 65-plussers. Gezellige spelletjes en zo. Of tekenen voor mijn zusje. Alle culturen leren kennen. Bloemschikken. Nou, voor de jongens activiteiten, dat ze niet op straat hoeven te hangen. Een beetje saai, zeg maar. Zijn er ook activiteiten binnen? Ik heb nooit zo voor dat gekregen. Of we zouden meer promotie dan moeten doen. Dan gaan we nu wel eens kijken daar zo. De conclusie is dat weinig mensen Villa Eskamp kennen, maar ze zouden hier wel vaker komen als er meer reclame voor zou worden gemaakt. Jongeren vinden het er ook oudbollig uitzien, maar er schijnt wel behoefte te zijn aan een activiteitencentrum. Dit was Krachtvoer, doei! Doei! Elke wijk kent wel een paar heel bijzondere mensen. Die zetten zich in voor de leefbaarheid, of ze voeren actie, of ze voegen op een andere manier iets toe aan hun wijk. Van zulke mensen maken wij in de komende weken een portret, in een kleine serie. In deel 1 van die serie vandaag aandacht voor een bijzondere man in Eskamp, Hans Sahar. Hagenaar van Marokkaanse oorsprong, veelgevraagde gast in televisieprogramma's, schrijver. En presentator van literaire avonden in Villa Eskamp. Goedendag, hi! Ja, hoe jij? Ik moet zeggen, hier die bar is internationaal. Er is volgens mij geen één nationaliteit hier, tweemaal. He, je hebt de Nederlander, Turk, Marokkaan, Suriname, Antilliaan. Dit is het enige multiculturele bolwerk wat er nog eigenlijk overgebleven is in deze wijk. Ja, dit is de wijk waar ik woon. En wat me bindt zijn de mensen. De mensen die hun zaken hebben. Mijn kennissen. Hisham! Kevin Helik. Gerenoveerd. Weet je, wat gaan ze daar ook doen? En ik kan hier lekker schrijven. Ik schrijf hier zo mijn boeken. Ik ben een keer verhuisd naar een andere plek. En ik kreeg geen woord meer op papier. En daar baalde ik zo van, dus dan ben ik gelijk, denk ik, binnen een jaar ben ik terug verhuisd
naar deze plek. Hans Sahar is een pseudoniem. En Hans staat voor het Nederlandse, het buiten. En Sahar voor het Marokkaanse, van binnen. En hier houdt het zeg maar op. Dus alles die kant op, allemaal nieuw gebouwd. En ze zijn tot hier gekomen. En ja, deze mensen die willen er gewoon niet uit. Ja, de winkeliers die hebben ze er al uitgegooid. Maar de mensen zelf, ja, die willen gewoon niet weg. En ja, hier houdt de nieuwbouw op. Wat hebben we aan al die nieuwbouw? Gewoon lekker opknappen, likkie verf. Wie gaat hier 1200 euro voor betalen? Mensen verdienen 1200 euro als salaris. Dan moeten ze helemaal het krom liggen en dan kunnen ze alleen nog de huur betalen. Ik heb nu 4 boeken geschreven. En eigenlijk spelen alle 4 mijn boeken zich af in Den Haag. En mijn laatste boek voornamelijk ook in deze wijk. Ja. Ja, er wonen hier 118.000 mensen in Eskamp. Dus ja, het werd wel tijd voor een nieuw stadsdeelkantoor. Maar wel zo groot, jongen. Hè? Groot, hè? Jongen. Salut! Abdel, hoe is het, jongen? Goed. Alles goed? Ja. Hans die is schrijver en die woont in de wijk. En hij doet voor ons de programmering van de literaire avonden. Ah, oké. Okay. Maar op literair vlak gebeurt er gewoon heel weinig. Dus ik heb de kans gekregen om, ja, om hier iets te organiseren. En toen hij begon te vertellen, toen kwam eigenlijk een soort kippenvel. En het begon bij mijn tenen en het eindigde in mijn hoofd. En ik was helemaal flabbergasted. Ik denk, die man, die moet ik vaker zien. Als je dan ook stukken terugleest van internet, hoe geweldig mensen het hebben gehad en zich al gelijk inschrijven voor de volgende set. Ja, daar ben ik gewoon onwijs trots op. Ja. Wilt u meer weten over Hans Sahar of over de literaire avonden in de villa? Kijk dan even op onze website denhaagfrontaal.com. Ja, pionieren in een krachtwijk in Den Haag is eigenlijk een must voor Den Haag, maar is ook een must voor de burger van Den Haag. Wij als Vestia geloven in krachtwijken en dat is ook de reden waarom we investeren in sociale woningbouw en zoals hier voor koopwoningen. Maar natuurlijk ook gaat het een stapje verder. We investeren de komende tijd in een brede buurtschool waar we in feite een programma aanbod gaan maken op het gebied van onderwijs samen met diverse partijen. En we gaan investeren in het sportkwadrant in het Zuiderpark. Dus kortom, we willen in een wijk als in dit geval Moerwijk, willen we pionieren omdat we de wijk opnieuw leven inblazen voor de komende decennia. Het allerbelangrijkste is dat de mensen die hier gaan wonen het lef hebben om hier een nieuwe toekomst op te willen bouwen. En wilt u ook even wat kwijt? Kijk dan op onze website denhaagfrontaal.com. En daar vindt u ook heel veel informatie uit de rest van deze uitzending. En daarmee eindigt deze aflevering van Den Haag Frontaal. We zijn de hele week nog terug te zien in de herhaling op Den Haag TV, maar ook op onze eigen website en natuurlijk ook op YouTube. De volgende aflevering ziet u op maandag 12 april. Graag tot dan. Dag.